Goedenavond, beste kijkers. Welkom bij het Tata Steel Dagjournaal. Met vandaag de hoogtepunten van de 11e ronde van het Tata Steel Chess Tournament. Gisteren was de laatste rustdag van het toernooi. Dat betekent het finale weekend, het slotweekend. Zo wordt het ook altijd een beetje gezien daar in Wijk aan Zee. Dan worden de toernooien, de evenementen beslist. Vaak ook de dagen dat er natuurlijk nog veel publiek komt in het weekend. En daar graag bij wil zijn, de Moriaan vaak afgeladen vol. Goed, we weten het inmiddels, dit jaar is dat natuurlijk wat anders. Geen publiek aanwezig, dus spelers kunnen in alle rust hun partijen spelen. Neemt niet weg dat het nog steeds spannend is aan kop, hè. Carlsen natuurlijk een halfje voor op Anish aan het begin van deze dag. En we gaan zo zien hoe dat, gelopen is vandaag. Voordat we naar de partijen gaan kijken, pakken we zoals gebruikelijk even de indeling erbij. En daarbij maak ik ook meteen van de gelegenheid gebruik. Om even te vertellen dat Daniil Dubov uit het toernooi is. Ik kan me voorstellen dat menigeen dat al gezien had. Dat ook de grote nieuwskanalen bereikt buiten de schaakwereld om. Hij was natuurlijk een paar dagen geleden al een beetje, ik wil niet zeggen in opspraak, maar het ging even over Dubov toen hij niet opkwam dagen in zijn partij tegen Anish. Omdat zijn secondant positief had getest en hij niet wilde spelen die dag. Nou, nu is hij zelf ook echt positief getest. En dus wij schrijven de reglementen voor dat hij het toernooi verlaat. Dus dat gebeurt ook logischerwijs. Dat betekent dat de rest van zijn partijen dit toernooi een punt opleveren voor de tegenstander. De resultaten van eerder van het toernooi blijven gewoon staan. Dus nou goed, dat voor meer informatie erover, kijk gerust op de toernooisite. Staat het ook op het, mag nog even nalezen, staat het netjes uitgelegd. Maar goed, dat is wel even belangrijk om daarmee te beginnen. Ja, vandaag, het was natuurlijk de dag van de Nederlandse clash. Jordan van Vrees tegen Anish Giri. Altijd leuk om te zien hoe dat afloopt. En uiteraard ook Carlsen tegen Vidit is een partij die we in de gaten gaan houden. Want Carlsen natuurlijk de koploper, dus altijd interessant om te zien wat hij doet. Goed, genoeg daarover. We gaan naar de partij en we beginnen uiteraard met de Nederlandse clash. Jordan tegen Anish. Ja, het is nou bijna een jaar geleden, hè? De befaamde barrage tussen de twee spelers. Wat een spektakel was dat. Twee Nederlandse winnaars van het Tata Steel Chess Tournament die het uit zouden vechten in de barrage. Nou, we weten allemaal hoe het afgelopen is. Jordan won die barrage na tijdnood, toestanden. Nou, het was één groot spektakel. Er lijkt altijd iets te zijn tussen die twee. En vandaag zagen we ook weer een boeiende partij. Jordan met wit. D4 gespeeld. Dat zal wellicht een verrassing geweest zijn voor Anish. Jordan heeft voornamelijk E4 gespeeld. Misschien een kleine verrassing voorbereid voor vandaag. Ja, Anish, waarschijnlijk qua openingstheorie de sterkste of een van de sterkste spelers ter wereld. Dat is ook wat zijn collega grootmeesters over hem zeggen. Hij heeft vaak gewoon de allerbeste voorbereiding, de meeste openingskennis, et cetera. Dus die ga je niet zo 1, 2, 3 verrassen. Maar ja, je kan hem natuurlijk wel een beetje van zijn apropos afzien te halen. En Jordan heeft wel een optimistische opzet. Hij pakt meteen het centrum met F3 en E4. En hij heeft natuurlijk deze dubbelpion hier zo. Nou, dit is op zich redelijk gangbaar. Voor Anish is te weinig aan de hand. Hij moet wel even iets gaan doen in het centrum een keer. Als hij dat een beetje op zijn beloop laat, dan krijgt Jordan wel heel veel ruimte. Maar hij heeft wel het vormen van tegenspel. Zetten als C5. Maar je kan bijvoorbeeld ook met D6 E5. D6 C5. Er zijn in ieder geval een paar manieren om dat een beetje onder druk te zetten. Zwart zoekt vaak wel een manier om zijn pionnen op zwart te zetten. Dat zijn witvelden gelopen en zijn pionnen op zwart elkaar mooi aanvullen. Maar Anish had een hele duidelijke opzet deze partij. Hij had zijn pijlen gericht op de dubbelpion van Jordan. En dat is op zich logisch, want die is wat lastiger te verdedigen. Omdat deze pion er vaak tussen staat. Dus, en het is een dubbelpion, hè, dus altijd ietsje kwetsbaarder kan niet meer door eigen pionnen gedekt worden. Dus op zich een mooi doelwit. Maar hij gaat wel meteen all-in op die pion. Lopen D3 gespeeld, lopen A6. Dame E2. Normaal gesproken, er zijn niet heel veel partijen meer bekend, maar het is wat gebruikelijker om hier met C5 en iets als toren C8 en dame C7 bijvoorbeeld
proberen over die CLM wat te gaan doen. Dus je wil je CPU ruilen, de CLM met zware stukken bezetten en op die manier de druk tegen C4 wat verhogen. En mocht wit om wat voor reden ook besluiten naar zet als C5 om het dicht te schuiven, kun je prima wederom je pionnen op zwart gaan zetten. Bijvoorbeeld gewoon E5 en D6. En dan zijn de witte lopers een beetje ingebouwd. Dit blijft een vervelende zwakte. En ja, het is voor zwart wel oké. Het geeft een interessante stelling in ieder geval. Maar Anish dacht, nee, niks van dit alles. Ik ga het anders doen. Hij speelde hier D6. Vaak met het idee om E5 te spelen, zoals ik net al zei. Pionnen op zwart. Dat is wat zwart altijd probeert. En Jordan steekt er een stokje voor. Hij speelt F4. Nou, dat is lekker optimistisch. Zo kennen we Jordan. En hier wordt Anish's plan duidelijk. Hij speelt dame D7. Paard F3. En dame A4. Dus hij gaat echt volle bak voor die C-pion. Hij heeft zijn paard naar de rand gezet. Zijn lopen naar de rand gezet. En zelfs in twee zetten zijn dame naar de rand gespeeld. Alles om maar C4 aan te vallen. Tamelijk indrukwekkend. Jordan weinig keus. Speelt de zet paard D2. Dat dekt alles netjes. 3 keer aangevallen. 3 keer verdedigd. Niks aan de hand. Ja, nu is het even de vraag aan Anish. En nu? Je hebt nu al je stukken op C4 gericht. Of bijna al je stukken. Hoe ga je verder? Want het lijkt niet te werken. En ja, het plan van zwart is mij niet helemaal duidelijk, moet ik eerlijk bekennen. Hij zal ongetwijfeld een plan hebben gehad. Maar het pakte in de partij allemaal niet zo best uit. Hij speelt niet de zet E5. Op zich prima. Het lijkt een pion weg te geven, maar dat valt vaak wel mee. Want na slaan, slaan en slaan wil je paard D7. En nou goed, ik hoop niet dat ik het al te uitgebreid uit hoef te leggen. Maar deze pionnenstructuur is zeg maar niet ideaal voor wit. Het paard gaat E5 slaan. En valt daarmee ook meteen de pion op C4 aan en de loop op D3. En, nou, dit gaat helemaal mis voor wit. Dus dit pionoffer is geen enkel probleem. Gaat wit nooit accepteren namelijk. Dus Jordan deed het ook niet. Hij speelde korte rokade. En hier... Ja, ik weet niet zo goed of het voorbereiding is. Omdat hij het door elkaar gehaald heeft. Maar de volgende zet van Anish was wel zeer naïef, moet ik zeggen. Waarschijnlijk is lange rokade de zet. Lijkt wat gek om op die damevleugel te staan waar de B-lijn open is. Maar er is niet zoveel aan de hand daar zo. En nu, nou goed, kun je gewoon verder spelen. Wit waarschijnlijk nog steeds ietsje prettiger, maar... Oké, gewoon een partij. Maar Anish rokeerde kort. En... Ja, dit is natuurlijk vragen om problemen. Al je stukken op de damevleugel. En dan je koning op de koningsvleugel. Nou, Jordan speelt F maal E5. D maal E5. Ja, en de zet, je hoeft hem niet eens te zoeken, zeg maar. De zet dient zich vanzelf aan. De zet schreeuwt, speel mij, speel mij. En het gaat uiteraard over de zet toren maal F6. Het is zo'n aanlokkelijk kwaliteitsoffer. Dat je hoeft daar eigenlijk niet eens over na te denken. Die speel je gewoon en je gaat er gewoon vanuit dat het goed komt. Toch deed Jordan hier nog een andere zet. Toren maal F6 is gewoon prima hier al. Het kan al. Hij speelde eerst toren B1. Ja. Wat kan Anish doen? Hij speelde hier maar C5. Misschien had hij toren maar F6 moeten voorkomen door zijn paard weg te halen. Maar het gaat gewoon al niet zo lekker hier. Het heeft gewoon niet uitgepakt voor Anish zoals hij had gehoopt. Dus hij speelt C5 en gaat in feite all in. Hij commit gewoon echt aan zijn plan. Ik vermoed dat het idee is als wit iets van D5 speelt om de spanning op te heffen. Misschien paard E8, paard op D6 zetten voor de vrij pion. Dat is altijd het standaard veld. En dan nou, hopen dat je C4 een keer kan winnen. Ja, het lukte gewoon niet. Jordan slaat uiteraard op F6. Eenmaal F6. Ja, het is inderdaad even de vraag. Er wordt nog een zet gesuggereerd als we naar terug gaan. In plaats van de zet C6. Je kunt iets als dame C6 spelen. Maar ja, waarschijnlijk was het nodig. Laat ik het zo zeggen. Waarschijnlijk was het nodig om zoiets te doen. Maar het is nog steeds een moeilijke stelling. Wit kan waarschijnlijk gewoon rustig verder. Bijvoorbeeld proberen torens te verdubbelen. Toren F2. En als je dan D4 aan probeert te vallen. Lopen B2. Je hebt zo gecommit met dit plan hier zo. Dat het zoveel tijd kost om het weer terug te zetten.
Het is gewoon. Dat voelt niet lekker, zeg maar. Ja, beter dan in de partij. Mee eens. Helemaal mee eens. Dus misschien dat Jordan al een kleine kans liet liggen, hoor. Niet meteen de kwaliteit te opkomen. Maar goed, hij kreeg dus een tweede kans van Anish. Die benutte hij wel. En vanaf hier speelt het eigenlijk als vanzelf. Jordan heeft een zwakte gecreëerd. Namelijk, ja, hier en hier. Ja, en die koning eigenlijk ook. Gewoon het hele stuk aan die kant is gewoon verzwakt. En daar is ook niet zoveel meer aan te doen. Dus Jordan heeft maar één taak, dat er namelijk zijn stukken naar de zwarte koning. En omdat je naar de koning toe gaat, zit er vaak veel tactiek bij, veel matdreigingen en dus kun je heel veel permitteren. De volgende fase speelt eigenlijk als vanzelf. Jordan speelt vrijwel foutloos. Dame F3. Valt F6 aan, die wordt gedekt. D5 sluit het centrum. Heel handig, want ja, hij wil natuurlijk niet dat Anish ineens tegenspel creëert over de flank waar hij de meeste stukken heeft. Dame D6. Nou, wat zijn de ideale velden voor de stukken? Nou, het paard wil graag naar F5 of H5. Dus, nou, je kunt de routes al wel uitstippelen. Dat gaat via F1 of E3, G3. Het, ja... Paard F1 gespeeld. Ja, er wordt gepraat of Anish gedacht heeft dat het wel mee zou vallen. Dit is typische kwaliteitsoffer waar je, in mijn optiek... Maar goed, het is makkelijk praten vanaf de zijlijn. En ook makkelijk praten achteraf, want ik heb natuurlijk wel het computeroordeel erbij gehad. Maar het is wel een zet die zich aandient en die je eigenlijk op gevoel vrijwel klakkeloos kan spelen. Want je loopt met wit eigenlijk helemaal geen risico. Dus hij moet de zet gezien hebben. Maar ja, ik begrijp niet hoe hij gedacht zou kunnen hebben dat het mee zou vallen. Ja, nogmaals, misschien is hij wel dingen door elkaar gehad in de opening dat hij in de war was. Dat hij het iets te snel speelde en ineens, kwaliteitsoffer. Dus, maar het kwaliteitsoffer ligt zeer, zeer, zeer voor de hand. Ja, om even aan te geven wat ik net zei. Je valt de koning aan, dus tactiek werkt in je voordeel. De oplettende kijker zag, dacht, hey, maar C4, kan die niet geslagen worden? Jazeker, maar dat levert de volgende mooie variant op. Loop hem als C4. En, ja, wit laat het niet afleiden. Paard E3. Loop hem al D3. En paard F5. Dus hij negeert alles. Maar brengt zijn paard naar veld F5, valt de dame aan en dreigt met dame G4, dame G7, schaakmat. Dus het gaat als vanzelf. En je kan denken, misschien heb ik dan heel veel materiaal voor de dame. Maar je staat gewoon hartstikke mat. Dus paard F5 of lopen H6 of nou, iets wint allemaal. Dus het speelt als vanzelf voor Jordan. Alles werkt in zijn voordeel. En hij kan gewoon zijn stelling verbeteren. Paard staat goed, kan hier naartoe, dekt C4. Nou, dan gaan we het volgende stuk maar eens activeren. Dat is deze loper. Loper D2. Loper E1. Loper H4. Ook geen hogere wiskunde. Toren H6, nou, de loper even dekken. Dan gaan we nog een stuk verbeteren, namelijk de toren van B1. Die gaat naar F1, dat is logisch. Nou, dan staan alle stukken bij wel goed. Ah, nee, de loper niet, dus loper E2. Ja, ik vertel het een beetje kinderlijk bijna. Maar Jordan speelt het zo natuurlijk en zo soepel. Dat het ook geen verdere uitleg behoeft. Toren G6. Hier speelt die H3. Nou, die wordt geslagen. Maar lopen H5. Ja, het is gewoon een beetje. Het houdt gewoon een beetje op voor Anish. Hij heeft de kwaliteit terug. Maar ja, Jordan krijgt ook F6 erbij. En ook dit speelt hij vanzelf. Paard op A5 staat nog steeds buitenspel. Toren F3, hij blijft rustig zijn stelling verbeteren. Dame G5. Dame al E5. Nou, dan zet wit ook nog een pion voor. Anish speelt het nog wel even door. Had eigenlijk al wel de handdoek in de ring kunnen gooien hier, denk ik. Oké. Staat uiteraard geen straf op nog even wat zetten doen. En kijken of je misschien nog ergens iets kan doen. Maar nee, de stelling is hopeloos verloren. En Jordan hoeft alleen maar zijn stukken te blijven activeren. Dat doet hij heel goed. Wat dat betreft een hele strakke partij van Jordan. Toren H3 is nog wel een leuk setje om mee te eindigen. Loper H3 faalt namelijk op D7. En dus het dame B8 met mat. In ieder geval na wat tussenplaatsen van zwarte stukken is niet meer te voorkomen. Dus eigenlijk een beetje een onherkenbare Anish hebben we gezien. Want hij speelde zo'n enorm goed en sterk toernooi. En ja, hier was hij toch een beetje een schim van zichzelf. Vanuit de opening eigenlijk in de problemen. En
Niet Des Anish. Jordan speelt ook gewoon een hele goede partij. Je kunt zeggen, hij krijgt hem misschien een beetje in de schoot geworpen, maar hij speelde gewoon echt een goede partij. Dus Jordan heel wisselvallig. Ups en downs, zoals net ook al werd gememoreerd in de chat. Dat klopt. En dit is een hele mooie up voor Jordan. Voor Anish betekent het helaas wel dat zijn kans op de titel hiermee vervlogen is. Daarover straks meer. Dus ja, een beetje een domper voor Anish. Een domper voor, nou ja, voor ons ook een beetje, laten we eerlijk zijn. Anish was nog de enige Nederlandse kanshebber op de toernooioverwinning. Dus helaas, dat gaat niet door. Maar ja, het was een boeiende partij. Een mooie strijd tussen die twee. En ja, in het voordeel van Jordan, die wederom ja, het feestje voor Anish een beetje verpest. Maar goed, dat mag allemaal. Hoort erbij, hè? Dan gaan we naar de koploper, Magnus Carlsen. Hij speelde tegen Vidit. En Magnus, ja, ging ook weer voor wat minder gebruikelijke openingen. Lopen C4. En hij gaat eigenlijk voor een, ja, een beetje dat vier paardenspel. En eigenlijk is de opening zoals elke huistuin- en keukenschaker hem ook zou spelen. De stukken eruit, de gouden regels worden netjes gevolgd. Tot zover niks schokkends. Deze structuur hebben we eerder gezien. Wit controleert hier twee velden. En gaat ernaar rokeren. In de partij tussen Esipenko en Jordan kregen we ook zo'n structuur te zien. Magnus speelt het wat creatief. Probeert de partij een beetje uit balans te brengen. Maar Vidit speelt eigenlijk heel goed. En D5 is altijd een sterke zet in het in het Italiaans of in het Spaans, als je die vrijheid kan creëren met D5, dan doe je het vaak goed. Het enige nadeel is dat je de dubbelpion van wit oplost. Maar je krijgt er wel wat ruimte voor terug. Dus ja, goed. Tikkeltje tweesnijdend. Maar over het algemeen is het een zet die nooit heel slecht is. Eenmaal D5, paardmaal D5. Magnus probeert de boel wel een beetje uit balans te houden. Dat lukt hem op zich vrij aardig. Maar Vidit heeft ook gewoon geen problemen. Alle stukken netjes ontwikkeld. Zonder pionstructuur. Hij heeft een pion in het centrum. De torens zijn verbonden. Ja, alles is gewoon oké. Okay, dus het kan nooit zo zijn dat Magnus hier veel beter staat. En dan staat hij ook niet. Paard D2. Bij Vidit pakt zelfs een beetje ruimte. Het valt me op. Vidit is niet bang om pionnen vooruit te gooien. Dat doet hij naar hartelust. Hij valt misschien niet op als de meest spectaculaire speler van allemaal. Maar hij is ook niet bang. En hij heeft een hele subtiele, actieve speelstijl wat dat betreft. En dat zie je hem wel, vind ik. Loopmaal E6, damemaal E6. Ja, hier kiest Magnus voor dame C4 om dames te ruilen. En het eindspel in te gaan. Hij had eventueel nog kunnen proberen om B4 te doen. De dames er een beetje op te houden. En kijken of hij op de damevleugel met B5 een beetje kon irriteren. Zet het paard onder druk. Zet de pion op C7 daarmee onder druk. Zet ook een beetje de pion op E5 onder druk, want die verliest zijn verdediger daarmee. Ja, paard C5 wordt genoemd. Ook nog een optie om dat paard inderdaad om te spelen. Dus hij had het op die manier ook kunnen proberen, maar hij koos voor damerel. Niet per se slecht, want een dame maal B maal gaat hij naar het centrum toe. Lijkt hij daar toch een pionnenblokje te hebben waar je iets mee denkt te kunnen. Ook dat viel een beetje tegen. Vidit neutraliseerde het heel snel. Wederom een pion zet. Sterk, weer een pion offer ook. D-maal E4, niet zo interessant. Maal E4, paardmaal E4, volgt door E8. Ja, dit is zwak. En als je een pion weer kwijtraakt, ja, het is niet mooi, hè, dit structuur. Dat raakt allemaal verzwakt. Dus dat wil je niet als wit zijnde. Dus je wil natuurlijk de stelling een beetje gesloten houden, die structuur intact. Dus hij speelt het D4. En hier gaat Vidit gewoon door F4. Hij tast wederom de boel aan. Dat die hangt, geen probleem. Het gaat hem alleen maar om het verzwakken van de pionnen van Magnus. Dat centrum verzwakken. Dan kan hij ze vanzelf ophalen in het eindspel. Dat is geen probleem. Magnus speelt het torenmaal F4. Ja, dan krijg je dus dit. Torenmaal, torenmaal, pionmaal, paardmaal D4. Ja, dan heb je dus wat ik zei, die structuur die gewoon niet zo fraai is. En het is gewoon niet prettig. Het is kwetsbaar, het is ook moeilijk om daar dreiging vanuit te laten gaan. Het schiet gewoon niet op. Wat had hij wel kunnen doen? Ja, de computer geeft wel een suggestie. Hij zegt niet dat het per se beter is, maar ik vond het toch leuk. De computer geeft koning F2. En die vond ik wel grappig. Want het is een beetje gek om in die lijn van die toren te gaan staan.
Maar het idee van de computer is eigenlijk dat als er geslagen wordt, dat je je koning gewoon gecentraliseerd hebt. En dat is perfect in het eindspel. Ondersteunt de pion ook. Valt E4 aan, dus wow, dit is wel een interessant idee. Zwart moet waarschijnlijk niet slaan, maar iets als door Ajax spelen. En dan gaan koning E2 en heb je toch ja, een beetje gratis je koning kunnen activeren. Dat is een goede vraag. Er wordt nog gezegd, kon een paardmaal D4, eenmaal D4 en E3, dat kan. Alleen dan krijg je eenzelfde soort scenario, dat je wel het materiaal terugwint. En die koning staat zo lekker actief. Je centrum is nog intact en je kan het ondersteunen en er kan de toren bij. Dit is wel de moeite voor wit. Niet per se voordeel, hè? Maar oké, goed. Het was in ieder geval een leuk idee wat langskwam. Of niet per se groot voordeel, misschien wel wat voordeel, maar nou oké, goed. Het gebeurde allemaal niet. Hij ging dus voor toren maar 4 en toen vervlakte het redelijk snel. En er werden wat dingen geruild. En Vidit wilde toch nog meer ruilen en vervlakken. Magnus dringt wel een beetje aan, heeft wel het initiatief nu. En dat wilde Vidit neutraliseren. Paard D5 schaak. De toren E8 en daarmee dwingt hij paardenruil af. Ja, Magnus is toch handig met stukken, dus beter maar een paar ruilen wil hij gedacht hebben. Helemaal D5, toren maar E4, maar dit is wel riskant, want nu krijgt Magnus wel een vrij pion. Dan moet je altijd oppassen. Een vrije pion is gewoon belangrijk in het eindspel. Er gaat veel dreiging vanuit. Maar, wie dit? Twee verbonden vrije pionnen. Mits hij die in beweging kan krijgen, anders zijn ze weinig waard. En Magnus dacht, ja, die pion op B6, het zal. Ik ga gewoon naar de overkant. D6, ik ga druk uitoefenen. Ik wil gewoon promoveren. Punt. Ik ben niet geïnteresseerd in een pion meer of minder. Nee, ik wil naar de overkant. Op zich vaak de goede insteek. Toren E1 en er komt een heel eind. Toren A5, koning D4. Want stiekem heeft Magnus een gewonnen stelling bereikt, volgens de computer. Maar niet zo eenvoudig. B5 gespeeld. Ja, dus het is lastig om dit eindspel uit te leggen zonder heel theoretisch te worden. Maar ik ga dat toch doen. Wit zal naar de overkant moeten op de een of andere manier. En dan moet hij een plek vinden voor zijn koning om te schuilen. En dat kan hij met een toren doen om op C8 te gaan staan. Er zijn meerdere manieren om dat te doen. Maar het moet allemaal heel subtiel en het komt blijkbaar op een tempootje aan. Ik heb het proberen uit te zoeken wat nou exact de essentie is. Is me niet helemaal gelukt, moet ik eerlijk bekennen. Dat vereist toch wat meer wat langere analyse. Hij speelde de zet D7 en daarna is het direct remise volgens de computer. Goed, zeg het maar. Wat had hij moeten doen? Hij had die toren E7 kunnen spelen. Een schaakje. Die koning staat op F7 best wel handig namelijk. En die wil je daar wegjagen. En nu is zwart een lastige beslissing. Hij moet iets als koning. Als die koning F8 speelt, speel je toren C7. En nu dreigt wit, als ik even een willekeurige zet doe, schaak. Koning F7 en D7. Koning E7, toren E8, schaak en promotie op de volgende zet. Dus de koning kan niet met goed fatsoen naar F8. Dat betekent dat hij naar F6 moet. En hier kun je toren E4 spelen. En dit is de clue. En wat ik denk dat het bereikt, is dat Vidit geen nuttige zet heeft. En de toren op E4 wel beter staat. Hij kan niet zo goed B4 spelen. A5 is een beetje lastig. A5 komt D7. Dan moet je oppassen voor dit. Dus je moet al schaakjes gaan geven met de toren. Dat is een beetje de standaard reactie. Maar nu wordt gewoon B5 geslagen. En dan ben je je pion kwijt. Dat schiet ook niet op. En speel je niet A5, maar de zet B4, ja, dat mogen duidelijk zijn. Die ben je dus ook kwijt. Dus het werkt niet zo lekker. En als hij hier koning F7 terugspeelt, dan speel je wel D7. En dit is dan niet meer goed te stoppen door zwart. Hij heeft een belangrijk tempo verloren en de toren op E4 staat dan wel weer slim. Als je nu toren C2 speelt, ik kan voorstellen dat het voor sommigen heel technisch is, maar ik ga het toch even laten zien voor de volledigheid. Koning C7, toren C2. Maar doe ik het goed, ja. Dit is ook nog even na te denken. Blijft ingewikkeld. Zwart komt gewoon iets verder en wit boekt wel vooruitgang. Je kan een beetje wachten, maar er komt nu gewoon een schaakje. De koning moet weg. En als hij naar G8 gaat, kun je een beetje een bruggetje gaan bouwen. Dat kan volgens mij meteen al.
En dit is het befaamde bruggetje bouwen. Daarom staat de toren op e4 veel beter. Als je nou weer schaak geeft, dan ga je naar d5, kan de toren ertussen. En nou goed, je kan straks, als dat niet gebeurt, op je gemak je toren f5 en toren d5 gaan doen. Nou, dit is een beetje een technisch verhaal. Maar dit is wat hij had moeten doen en wint daar een belangrijk tempootje mee. Want, ga ik even terug naar de partij. Hij speelde d7 en toen kwam schaak terug. Schaak. En hier b4. En nu kan wit wel al die bruggetjes proberen te bouwen. Maar hij is nu te laat. Hij mist gewoon het tempo, omdat die zwarte pion ook gewoon naar de overkant gaat. En die toren staat op e4 best wel nuttig. En dat is nou dus niet gelukt. Dus daar zit een beetje de clue. Ik hoop dat ik het een beetje heb kunnen verduidelijken. Maar ik zal vooral zeggen, bekijk het rustig ook eens zelf. Want het is een heel complex eindspel en het zijn hele kleine nuances. En ja, je kan het de spelers niet kwalijk nemen dat ze dit in tijdnood niet vinden. Maar dat is denk ik een beetje waar het hem in zit. En uiteindelijk weet Carlsen het niet te winnen. Er komt een soort zetterhaling. Hij probeert nu alsnog iets te doen met die toren daar zo. Maar ja, of het een blunder is van Carlsen weet ik niet. Ik vind het veel te complex. Ik weet niet, hij heeft zelf een hoge standaard van zichzelf. Maar nee, ik vind het persoonlijk geen blunder. Goed, ik voerde dat ondertussen even uit. Het werd op deze manier. Hey, de reden waarom ik het geen blunder vind, is omdat de manier waarop het gewonnen moet worden, is een hele, hele specifieke, concrete manier. Hij moet namelijk toren e7 schaak doen en naar koning f6 terug naar e4. Het is geen logisch concept of bekend concept. Het is heel concreet en heel specifiek. Dus nee, ik vind dat geen blunder. Hoe dan ook, partij eindigt dus in remise. Dat ja, op zich voor Carlsen prima. Dan nog één overwinning. En ik zie dat ik al een beetje uitloop. Maakt niet zoveel uit. Caruana won van Pagnolanda. Was de andere overwinning van vandaag. Ik loop er even snel doorheen. Caruana gaat voor de semi-slaap. En we krijgen een hele standaardstelling. En dat is eigenlijk gewoon prima voor beide spelers. De stelling is goed in balans. Je krijgt een soort spanning in dat centrum. Gaat zwart zich losbreken met c5 of e5. Nou, hoe? Heel ingewikkeld. Loper B1 gespeeld. Loper D6. Toren E1, loper B4, er wordt een beetje herhaald. Hier kiest Pagnolanda voor paard E5. Dus de stelling raakt uit balans. En het is heel gek. Maar ineens staat wit aan al zijn stukken verkeerd. Een beetje vreemd. Hij dreigt nog even mat. Niet heel onbelangrijk. Wordt gewoon gedekt. Er kwam paard E2. Dat was al niet zo handige. En toen kwam B5. En ineens komt de stelling open en de dame staat hier totaal verkeerd. Want op die C-lijn werkt alle tactiek tegen hem. Hij kan ja, dus niet goed slaan, want dit gaat allemaal met tempo en die wordt zwak en zwart komt los en wit niet. En deze pion, ja, dat heb je eigenlijk niks aan, dus het nee, gaat niet goed. Zij speelt paard D4, er wordt op C4 geslagen en er wordt op A4 geslagen. Er wordt C5 gespeeld en zwart is in feite een extra pion. Deze telt gewoon niet mee, sterker nog, hij staat wit alleen maar in de weg. Die loper is passief, wit heeft er helemaal niks aan. En hier speelt Caruana het gewoon heel netjes. Gewoon heel strak en degelijk uitgespeeld. Hij rolt wat stukken. Hij rolt nog meer stukken. Ik wil nog even lopen E4. Slim. Profiteert van de onderste rijgeintjes. Slaan mag niet wegens dame D1. Dus dame C1 gespeeld. Ook daar wordt gereld. Paard B5 beter. Ja, klopt Frank. Dat was een betere zet geweest. Maar de stelling is niet leuk meer voor wit. Praktisch al heel lastig. De pion gaat gewoon lopen. Zover als die kan. De dame gaat erachter. Nou, hij heeft de wit in ieder geval goed klem staan. En nu kan hij een beetje gaan klooien. Pak met anders staat helemaal klem. Er worden wat setjes gedaan. Het paard mag ook mee gaan doen. H5 gespeeld. Let even op de volgende manoeuvre. De zwarte dame gaat naar D8. Recht via dame H4 en dame G4 mat in 2. Dus F4. Dame H4 schaak, koning F3 en dame E1. De dame stond op A5, gaat in 3 zetten, niet direct naar E1, maar nee. Via een omweggetje lokt allerlei problemen uit bij wit. Geeft zijn A-pion op, dame mal A2, maar het is wel heel fraai gezien. Paard H4 schaak gespeeld, koning E4 enige zet. Koning lijkt er veilig te staan, zwart heeft geen schaakjes. Maar nu dame F1 gespeeld en wit gaf op en... Het lijkt heel gek, want zwart dreigt helemaal niks.
Zou je denken. Maar hij dreigt wel wat, namelijk paard F5 en paard G3 mat. En ja, zie daar maar eens een verdediging tegen te vinden. Dat is onmogelijk. Vooral ook omdat deze dame die pion moet blijven dekken, anders is dit mat in 1. Maar überhaupt te zetten paard F3 stoppen is gewoon, het zit er niet in. Dus een heel mooi mat net van Caruana, sterk uitgespeeld. En ja, keurige overwinning van hem. Daarmee hebben we alle belangrijke partijen dan wel beslissingen van vandaag gezien. We gaan even kijken naar alle uitslagen. En ja, het moet toch even genoemd worden. Duda Shankland remise in 10 zetten of 11. Nou, niet veel meer in ieder geval. Teleurstellend. Randelius Echipenko. Oké, remise. Prima. We zagen Jordan uiteraard winnen van Anish. Een rapport wonders reglementair van Dubov. Caruana wonders vrij van Pragnananda. Kasovides werd remise. En Mamedjarov Karjakin. Ja, Karjakin een beetje bekritiseerd om zijn snelle remises. Vandaag leek ook... Nou goed, het leek alsof beide heren het allebei wel prima vonden dat de partij snel in remise eindigde. Laten we het zo zeggen. Dus ook daar werd eigenlijk niet heel veel gespeeld. Dat geeft ons de volgende stand. Namelijk Carlsen met 7,5 punt. Achtervolgd door Rapport met 7. Dan Giri en Mamedjarov met 6,5. Daarbij is wel heel belangrijk dat Carlsen de laatste ronde tegen Dubov speelt. Of ingedeeld staat. Dat betekent dat hij die sowieso gewonnen heeft. Dus Rapport moet eigenlijk ja, 2 keer winnen, wil die kans maken. Carlsen is er al is er heel dichtbij. Maar goed, er is nog een mogelijkheid. Maar het zal niet makkelijk worden voor de achtervolgers. Even kort om de uitslagen van de challengers. En op het moment dat ik de uitzending begon, was er nog een partij bezig. Ik ga even kijken of die... Ja, die is nog steeds bezig. Lekker aan het schaken. Ja, de Nederlanders Lamy. Netjes remise tegen Iri Gaisi. Dat is niet veel mensen gegeven, dit toernooi. En Lucas van Verest en Max Warmerdam maakten ook vrij snel remise. Het zag er spannend uit, maar het leek grotendeels bekend in ieder geval. Dat betekent dat we de volgende stand hebben bij de challengers. Namelijk dat Iri Gaisi nog steeds ruimschoots aan kop gaat. Bjerre. We hebben nog niet veel gehoord, maar is in de achtervolging. Speelt een sterk toernooi, 7,5 punt. Maar oké, die achtervolging is misschien kansloos. Max Warmerdam op 6 punten. Lucas van Verees en Erwin Lamy op 5,5 uit 11. Dus die staan keurig op de 50%. Wat gaan we morgen zien? Nou, dit. We zien Anish Giri met wit tegen Grandelius. Nou, daar valt iets te halen, zou je denken. Als hij nog een kans wil maken op de titel. Jordan van Verees met zwart tegen Duda. En we zien ja, de match toch Caruana tegen Carlsen. Daar kijken we erg naar uit. Caruana is de enige, de laatste hoop nog van de concurrenten van Magnus. Hij kan hem als enige nog afstoppen. En Echipenko rapport moeten we in de gaten houden uiteraard. De challengers voor de volledigheid. Max Warmerdam met zwart tegen Mulzin. Lucas van Verees met zwart tegen Darda. En Erwin Lamy met Ganguly. Dus dat is wat wij morgen gaan zien. Ja, het toernooi nadert zijn einde, nadert zijn ontknoping. De ontknoping in de Masters, ja, een tikkeltje ontsiert. Ja, ontsiert. Dubov kan er niet zoveel aan doen. Maar goed, Carlsen wint dus sowieso reglementair de laatste ronde. En dat maakt het dat morgen de beslissing zeer waarschijnlijk al gaat vallen. En Carlsen aan de remise goede kans heeft om daarmee in ieder geval de titel veilig te stellen. Dus we gaan zien hoe dat morgen gaat lopen. De partijen beginnen uiteraard weer om 2 uur 's middags. Nationaal is gewoon weer om 8 uur 's avonds. Ik ga iedereen een hele fijne vrijdagavond, alvast een goed weekend wensen. En hopelijk zie ik iedereen morgen terug voor de 12e en 1e laatste ronde van het Tata Steel Chess Tournament. Dus dank voor het kijken en hopelijk tot morgen.